Welkom bij deze week van pre-teaching. Vorige week waren we geëindigd met het overlopen van het soort reacties dat je kon hebben in organische chemie. En we hadden er een aantal gezien. Additie, een eliminatiereactie, een substitutiereactie. Allemaal woorden die dat voor zekere Latinisten wel vertrouwd zullen klinken. Maar we waren uiteindelijk gekomen tot polymeervorming. En daar had ik al gezegd van, kijk, die zijn iets moeilijker te begrijpen. En hadden we gezien dat polymeervorming, dat je daar kleinere gedeelten, monomeren, aan elkaar gaat zetten tot één groot geheel, genaamd een polymeer. En dat werd onderverdeeld in drie subcategorieën, polymerisatie, polycondensatie en polyadditie. De bedoeling is dat jullie kunnen herkennen welk type waar plaatsvindt. Nu, het eerste voorbeeldje daarvan is polyethene, ontstaat door, in dit geval, een polymerisatie van ethenemoleculen. Wat ga je eigenlijk doen? Wel, je hebt hier twee bindingen. Enerzijds een pi-binding, en die zal ik even hier in het rood zetten. En anderzijds een sigma-binding, die ik even in het groen zal uitschrijven. Wat ga je doen? Je gaat telkens die pi-binding breken, terwijl je de sigma-binding overhoudt. Nu, dit is mijn eerste sigma-binding in die eerste ethenblok. Dan heb ik hier mijn volgende ethenblok, waar dus ik ook de sigma-binding van overlaat. En dan de laatste ethenblok, want er zijn hier drie weergeven waar ik die sigma-binding overlaat. Komt dat die nu aan elkaar komen te staan? Wel, die nieuwe verbindingen die ik hier in het rood zet, die komen eigenlijk van de elektronen van de pi-binding die je dan gebroken hebt bij elke, om zo die nieuwe bindingen te vormen. Dat is een beetje een omslachtige manier om dat weer te geven. Je kan dat dus sneller doen door gewoon de steeds herhalende blok tussen haakjes te zetten, met dan het getalletje n erbij. Dat staat voor het aantal keren dat je die monomeren bij elkaar zet. Dat kan ook iets complexer worden als je bijvoorbeeld hier synthetische latex bekijkt. Dat is een polymerisatie van 2-methyl-buta-1,3-diëenmoleculen. En je ziet dat hier sprake is van niet één, maar twee dubbele bindingen binnen zo één blok. Nu, wat ik altijd doe, is even een streep zetten in het begin van zo'n monomeer. En je ziet dat die 4 C-atomen lang is. 1, 2, 3, 4. En hier een tweede streep zetten. Zo kan je telkens een beetje meer inzicht krijgen, dus dat er een potlood of iets dergelijks bij, van wat die monomeren zijn, wanneer dat je ze gaat aaneenzetten. En wat zie je nu? Het is herleid naar één dubbele binding die er nog in zit. Terwijl je er voordien twee hebt. En er zijn twee nieuwe bindingen, links en rechts gevormd. Ik zal die even in het rood zetten. Nu, hoe komt dat? Wel, we zijn vertrokken vanuit twee dubbele bindingen. Als we dat gaan zien, dan zijn eigenlijk de uiteinden van die dubbele bindingen, die ik hier even met de rode bolletjes aanduid, die zijn gebruikt om te gaan koppelen aan de andere monomeren links en rechts. Ja. Terwijl de andere elektronen van die pi-bindingen, zet ik hier in blauw, want wat gebeurt daarmee? Die komen hier in het midden, die blauwe pi-binding zetten die ik hier gevormd heb. Dus die sigma-bindingen, dat zijn degenen die dat er hier voor 10 in die dubbele binding betrokken waren. Zo zal je proberen, of moeten proberen, een inzicht te krijgen van welke soort reactie is dat in het herkennen daarvan. Wil je dat dus verkort weergeven, dan helpt het om die strepen te zetten zoals ik in het begin gedaan heb, want dat is hetgeen dat je tussen haakjes moet zetten. Eiwitten ontstaan door polycondensatie van aminozuren. Dat is jullie misschien al wel bekend van tijdens de lessen biologie, waar dat je verschillende aminozuren aan elkaar ging zetten om die grote eiwitten te vormen. Nu, hoe ging dat gebeuren? Wel, de naam aminozuur komt van het feit dat langs de ene kant hier een amine is. Ik kan dat er eventueel bijschrijven, dat het het amine is. En dan langs deze kant hebben we het carbonzuur. Er is een vrij leuke interactie die je kan aangaan. Je bent namelijk in staat om die stikstof hier te koppelen aan relatief positief geladen C-atoom van een carbonzuurgroep. Die koppeling te doen. Wat gebeurt er echter ook nog in deze reactie? Hier wordt nog een H2O-molecuul
afgesplitst. Nu, waar komt die H2O-molecule vandaan? Die komt van die OH-groep die in mijn polymeer hier verdwenen is. En een van die waterstoffen van mijn aminegroep van de voorganger, waardoor dat, als je eigenlijk dit wegdenkt, zo één grote molecuul kan vormen. En je kan dat blijven herhalen in dat concept. Vandaar dat ze hier spreken over het aantal keer dat je een aminozuur neemt, maar dan dat aantal keren min 1, want er zijn twee uiteinden die nog intact blijven, zoveel keren H2O zal daarbij vrijkomen. Het feit dat er een kleine anorganische molecule vrijkomt, dat is hetgene wat definieert van dit is een polycondensatie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij een niet-natuurlijke reactie, zoals bijvoorbeeld nylon. Heel gelijkaardig, je vertrekt vanuit een aminegroep langs één zijde, een carbonzuurgroep langs de andere zijde, en dat gaat dan water vormen in die reactie, condensatiereactie. Terwijl dat hetzelfde hier doet, hè. De carbonzuurgroep van de ene kan met een water van de aminegroep van de volgende reageren, en zo kan je dat eigenlijk aan elkaar zetten in één groot geheel. Ja. En dan heb je tenslotte nog de polyadditie, die is wel iets moeilijker. Dat is waar dat je functionele groepen met elkaar gaat laten reageren, maar dat er geen kleine moleculen afgesplitst wordt. Hier heb je bijvoorbeeld polyurethaan, typische stof waar dat schuim, waar dat teenslippers uit gemaakt worden. Wat is hierin gebeurd? Dit zijn de monomeren, heel complex als je het bekijkt. En die worden zo aaneengezet in één groot deel. Maar de grote afwezige hier, in dit type reactie, is het feit dat hier geen kleine anorganische moleculen staat. En ook niet in de verkorte weergave daarbij. Hoe komt dat? Wel, omdat je hier eigenlijk een interne verschuiving krijgt van een aantal van die delen. Bijvoorbeeld hier, die hydronylgroep, dat gaat er hier eentje beneden komen staan. Waarom? Die kan zich binden aan die dubbele binding met die stikstof hier. Waardoor je dus geen noodzaak hebt, zoals bij de voorgaande, om een kleine anorganische molecule af te scheiden. Nogmaals, bij jullie wordt er verwacht dat je ze kan herkennen, die zaken. Dit is een heel gelijkaardige naming voor de vorming van kunstmatige rubber. Dat je isopreen gaat vormen en 1 uit 2-methylbutadien. Nu, in principe, die reactie, ik overloop ze nu niet met jullie, staat hier al geschreven. Dus ze vragen eigenlijk van dat nog eens opnieuw na te doen. Ik vind dat een beetje overdreven, maar dat is... Welke soort reactie? Een polymerisatiereactie in deze context. Misschien mijn markeerstift best pakken. Polymerisatie. Ja. Als je in principe de neopreen vervangt, of als je neopreen neemt, dan ga je in plaats van een methylgroep op dat tweede koolstofatoom een chloor hebben staan. Maar voor de rest is dat exact hetzelfde reactiemechanisme dat erachter zit, opnieuw een polymerisatie. De laatste reactiesoort die dat we bekijken is een degradatie. En wat is een degradatie? Dan ga je eigenlijk één grote molecule tot heel kleine moleculen herleiden. Dat zijn heel vaak voorbeelden van verbrandingsreacties, waar je ziet dat bijvoorbeeld een grote organische stof reageert met zuurstof om zo CO2 te gaan vormen. Iets kleiner, zoals in dit geval, wordt dan 4CO2 enzovoort enzoverder. Die moet je ook kunnen herkennen. Deze twee zijn verdiepingen. Je moet ze ook kunnen indelen op basis van bindingsdoorbraak. Nu, ik ga dat omwille van tijdsgebrek met jullie nog niet doorlopen. Als je dat toch wil bekijken, nogmaals, het staat echt vrij om te vragen, want we kunnen elkaar steeds zien op school zelf. Ook de indeling op basis van het aanvallend reagensdeeltje is een uitbreiding en sla ik voorlopig nog even over daarom. Het laatste stukje verplichte leerstof gaat over kunststoffen. En dat zijn vaak van die polymeren die dat we besproken hebben. Nu, de demoproef kan ik natuurlijk moeilijk voordoen op het videofilmpje. Maar het komt erop neer dat bepaalde kunststoffen anders gaan reageren op verwarming. Op het verhitten van die twee. Die worden dus ingedeeld in twee delen, thermoharders en thermoplasten. Nu, hoe noem je kunststoffen die hun vorm behouden bij verhitten? Dat zijn natuurlijk, ik mag invullen, de thermoharders
En hoe noem je kunststoffen die je van vorm kan veranderen? Die zijn plastisch dan, dat zijn de thermoplasten. Nu, hoe komt dat, dat iets een thermoharder ofwel een thermoplast is? Wel, dat hangt ervan af hoe dat die grote polymeerketens met elkaar in interactie gaan of aan elkaar vasthangen. Als alle monomeren onderling via een groot aantal atoombindingen verbonden worden met elkaar, dan krijg je eigenlijk één gigantisch grote molecule. Dit is allemaal met effectieve bindingen bijeengezet. Als je dat gaat verwarmen, dan zijn die effectieve bindingen dermate sterk dat die niet zomaar uiteen gaan vallen. Kan je ze dan nooit van afraken? Jawel, maar dan zit je met een degradatiereactie. Dan ben je volledig aan het kapotbreken, want dan breekt alles door. Ja. Dus dat zijn thermoharders. In de regel niet recycleerbaar. Als je ze bijeenzet. Waar wordt dat bijvoorbeeld gebruikt? Je stopcontactdoosjes en dergelijke, die wil je echt niet dat die doorsmelten of van vorm veranderen bij een beetje hogere temperatuur. Je wil daarvoor wel thermoharders gebruiken en andere zaken die dat vrij goed hitteresistent moeten zijn en dergelijke. Dat zijn vaak ook wel harde stoffen. Wat zijn dan thermoplasten? Dat zijn lange ketens, maar die gaan intermoleculair slechts met zwakke bindingen verbonden zijn. Wat zijn zo typische zwakke bindingen? Dispersiekrachten, waterstofbruggen. Het zijn allemaal zaken die bij hoge temperatuur als eerste zullen verdwijnen. Ja. Dus als hun temperatuur maar laag genoeg is, dan gaan die hun vorm kunnen blijven houden. Kunnen er wel krassen en zo natuurlijk op zitten. Maar die zijn in de regel flexibel. En zijn dus goed recycleerbaar. Ik ga jullie ook nog een klein videofilmpje doorsturen van een mooi voorbeeldje daarvan, namelijk petflessen die dat gemaakt worden uit van het thermoplastmateriaal. Frisdrankflessen, ja. Voilà. Wordt nog eens erbij vermeld. En wat zijn dan elastomeren als laatste categorie? Als je naar de schematische voorstelling kijkt, dat is een combinatie van die twee. Dus sommige van die blokken hangen aan elkaar met effectieve bindingen en andere met van die tijdelijke bindingen. Die vormen natuurlijk elastische stoffen, zoals bijvoorbeeld die loombandjes, zoals ze hier aangehaald worden. Ik ga deze wel niet met jullie overlopen. Dat was in principe alle theorie dat we dit jaar moesten bekijken. En dan rest er eigenlijk enkel in nog de oefeningen te maken hieromtrent. Daar ga ik het volgende videofilmpje over starten.